In deze video ga ik choquettes maken. Choquettes zijn kleine sushis met een topping van parelsuiker. De sushis worden niet gevuld. Het is een Franse lekkernij dat vaak bij koffie of thee geserveerd wordt. Op de video kan je zien hoe je de perfecte kookdeeg maakt en hoe je de sushis op een bakplaat spuit. De sushis worden gegarneerd met parelsuiker voordat ze in de oven geplaatst worden. Mijn naam is Ad Klaassen van Ad Klaar Kookstudio. Doe 100 gram heel ei in een maandbeker. Let op dat de eieren op kamertemperatuur zijn. Zeef 75 gram bloem. Doe 125 gram water in een sauteuse. Voeg 60 gram roomboter, 15 gram kristalsuiker en 1 gram zeezout toe. Verhit de inhoud in de sauteuse tot de boter geheel gesmolten is en breng aan de kook. Haal de sauteuse van de energiebron en voeg de gezeefde bloem toe. Plaats de pan weer op de energiebron en maak gaar in ongeveer 2 minuten. Neem de pan van de energiebron en voeg de eieren 1 voor 1 aan het deeg toe. Meng het geheel met een houten spatel. Vul een spuitzak met spuitmondje 2 met het kookdeeg. Spuit op een bakplaat bekleed met bakpapier. Garneer met parelsuiker en plaats in de oven. Pak in een oven van 220 graden Celsius in ongeveer 20 minuten gaar. Doe de ovendeur de laatste 6 minuten op een kier open om ze droog te bakken. Laat afkoelen en serveer bij jouw favoriete koffie of bewaar in een gesloten plastic zak in de vriezer.